Een cadeautje voor mama. Het was een koude ochtend in de winter en het had de hele nacht gesneeuwd. Caillou kleedde zich aan om naar school te gaan. Hij deed vandaag zelfs een muts op. Ik kan niks zien. Hij wilde niet te laat komen, omdat ze vandaag handenarbeid hadden. Ik ben klaar, mama. Je moet nog even wachten, Caillou. Ik heb overal gezocht, maar ik kan de autosleutels niet vinden. Hier zijn ze. Ze zaten in de laars. Oh, dank je, lieverd. Ik geloof dat ik mijn sleutels op een betere plek moet bewaren. Anders komen we allebei nog te laat. Oh, waar is de auto? Hij is verdwenen. Oh, hij is verdwenen onder al die sneeuw. Daar moeten we snel iets aan doen. Caillou hielp mama graag met sneeuw schuiven. Het was best leuk. Toen alle sneeuw van de auto af was, probeerde Caillou en zijn moeder zichzelf op te warmen. Maar het bleef een beetje koud. Uh-oh. De auto is niet dol op deze kou. Hij heeft geloof ik ook een slechte dag. Maak je geen zorgen, Caillou. Als er iets misgaat, is het belangrijk om positief te blijven. We hebben in ieder geval de autosleutels weer. Zullen we anders vragen of opa je even naar school brengt? Oké. Draaien. Muts. Wanten. Je jas. Je rechterlaars. Wow, wow, wow. En je linkerlaars. Oeh, dat was een hoop werk. Ik kom je later weer ophalen, Caillou. Mama laat vandaag haar auto repareren. Het klinkt alsof ze een slechte dag heeft. Hé, hey, Caillou. Wat fijn dat je er bent. We zijn bezig met kleiwerkjes in de klas. Ik ga een cadeautje maken voor mama. Wat een geweldig idee, Caillou. Tot straks, jongen. Caillou probeerde iets te verzinnen waar mama blij mee zou zijn. Bijvoorbeeld een ventilator om sneeuw mee weg te blazen. Of de warmste jas ter wereld. Of nog beter, een enorme zon om alle sneeuw te smelten, zodat het lekker zomer wordt. Dank je, Caillou. Een zon maken om alle sneeuw te smelten. Mijn zon schijnt op jouw sneeuwpop. Oh nee, ik ben aan het smelten. Het wordt warmer en warmer. Oh, oh. Caillou baalde een beetje. Nu moest hij helemaal opnieuw beginnen. Deze keer was Caillou heel voorzichtig met zijn zon. Zullen we hem in de oven bakken, zodat hij opdroogt? Dan kun je hem schilderen. Hij is gebroken. Dat geeft niks. We wachten tot hij afgekoeld is en dan lijmen we de stukken aan elkaar. Nadat de zon was afgekoeld, lijmde mevrouw Martin hem op een houten plank. Zie je wel, Caillou? Hij is weer heel. Nu kun je hem aan de muur hangen. Dank u wel.
Ik ga mijn zon geel verven. Kijk, de zon lacht. Na de pauze ging Caillou kijken bij het cadeau voor zijn moeder. Laat eens zien, Caillou. Caillou was een beetje boos op Clementine. Zijn cadeau was weer vernield. Sorry, Caillou. Het lijkt wel alsof je zon een zonnebril draagt. Caillou besloot dat hij zijn zon op deze manier nog stoerder vond. Goed gedaan, Caillou. Soms, als dingen misgaan, kun je maar beter creatief zijn. Volgens mij is de auto gerepareerd. Misschien was het toch niet zo'n slechte dag. Caillou kon niet wachten om mama zijn zelfgemaakte zon te geven. Hey, kom binnen, jongens. Ik heb iets voor je gemaakt, mama. De zon. Oh, dank je. Dat is precies wat ik graag wilde zien op deze koude dag. Het begon vandaag slecht, maar dit maakt alles weer goed. Mm. En ik weet precies waar ik dit ga ophangen. Nog een klein beetje hoger. Wat vind je ervan, Caillou? Perfect! Nu gaan we kijken of het werkt. Mag ik je sleutels? Oh, niet weer, hè. Ze moeten hier ergens liggen. Hier, mama. Wat zou ik toch zonder jou moeten? Nou, nu weet je altijd waar je sleutels zijn. En ik zal onthouden dat ik de dingen altijd zonnig moet bekijken. Dank je wel, Caillou. Caillou de kok. Caillou was erg blij, want zijn vrienden, de tweeling Jason en Jeffrey, kwamen spelen. En ze bleven ook eten. Mama, wat gaan we zo eten? Wat dacht je van zelfgemaakte pizza? Ja! Je mag me wel even helpen met de champignons wassen. Hoi, Jeffrey. Hoi, Caillou. Hoi, Caillou. We gaan zelf ons middageten maken. Raad eens wat we gaan eten. Het is zeker een broodje slak. Eeuw, nee. Misschien slangensoep? Nee. Ik weet het. Spinnentaart. Ik heb een lichtgevende spin die we kunnen opeten. Sorry, Boris. Nee, we gaan zelf pizza's bakken. Ik heb nog nooit zelf pizza gemaakt. Ik ook niet. Ik wel, al heel vaak. Ik leg het wel uit. Kom mee. Oké, jongens. Nu jullie je handen hebben gewassen, kunnen we beginnen. Hier is het pizzadeeg. Het eerste wat je moet doen, is het deeg platrollen. Kijk zo. Ah, zijn we pizza's aan het maken? Wisten jullie dat ik ooit bij een pizzeria heb gewerkt? Echt waar? Wauw! Je moet heel veel oefenen voordat je dit kan doen. Zie je? Het zit hem allemaal in de pols. Oh! Oh! Oeps! Misschien is een deegroller wat veiliger. Ik ga dit even opruimen. En wat moeten we nu doen, Caillou? Nu doen we de tomatensaus erop en verspreiden het over het deeg. Ik hou niet zoveel van saus. Ik hou heel erg van saus. Dan strooi ik de kaas erop.
Ik hou van heel veel kaas. En ik wil maar een klein beetje. Zo hoor je helemaal geen pizza te maken. Maar nu komt het leukste gedeelte. Ik maak een smiley met champignons. Nee, ik lust geen champignons. Ik wel. Ik ga een spinnetje maken op mijn pizza. Ik zoek iets waar ik de poten van de spin mee kan maken. Nou, eens even zien of ik iets kan vinden. Wat dacht je van wortels? Ja! Zou ik misschien wat broccoli mogen? Broccoli? Worteltjes? Die horen niet op een pizza. Caillou vond het heel raar dat de tweeling hun pizza op een andere manier maakte. Iedereen mag de pizza maken zoals hij het zelf wil. Mag ik mijn spin ook op de pizza doen? Nee, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Laten we het wel bij eetbare dingen houden, oké? Caillou stelde zich voor dat hij een echte chef-kok was bij een pizzeria. We gaan pizza's bakken! Oké, chef Caillou! De spin mag opeten. Nom, 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 nom. Ze zijn over een half uurtje klaar, dus jullie kunnen nog even spelen. Ik heb wel een idee. Welkom in het restaurant van Caillou. Hier is de kaart. Ik weet niet wat ik moet kiezen. We hebben geen spinnen, slangen of slakken, maar we hebben wel pizza. En je mag zelf kiezen wat je erop wil. Ik kies een kiepwagen en een jojo. En ik neem een sokpop en een paar puzzelstukjes erbij. Dat was lekker, maar ik heb nog steeds honger. Jongens, de pizza's zijn klaar. Oh, hey, lekker! Ja! Wil je misschien een stukje van mijn spin ruilen voor een stukje van jouw smiley? Oké. De worteltjes zijn lekker knapperig. Njam, njam. De drie jongens genoten van elkaars pizza's. En Caillou leerde dat er meer manieren zijn om een pizza te maken. We gaan bakken! Caillou, heb je zin om me vandaag te helpen met bakken? Oké, mama. We bakken vandaag, we bakken zo graag, we bakken. Dus maak maar wat vaart, we bakken een chocoladetaart. Eerst nemen we een beetje bloem en doen het in een grote kom. Wat eitjes, boter, suiker, melk en roeren het dan in het rond. We doen hem in de oven met een wand en kijk goed uit, de oven brandt. Dan eventjes wachten tot de tijd om is en zetten hem even aan. Het is nu tijd voor glazuur en room. Ja! Hij is al bijna klaar.
Vergeet vooral de afwas niet. Caillou, lik jij de lepels schoon? Ja! We bakken een grote taart. We bakken. Het was zo geklaard. We bakken. Maar eet niet te veel. Laat het niet staan. Kom, schuif maar aan. Iedereen eet mee. Bij Caillou's Café. We bakken. We bakken vandaag. Ja! Caillou de Schilder. En hier is er nog één. Caillou hielp mama met de was sorteren. Hij moest de sokken bij elkaar zoeken. Beige bij beige. Jij bent er echt heel erg goed in, Caillou. Dit is de laatste. Alsjeblieft. Ik heb nog een grijze sok nodig. Hij ligt niet in de droger. Misschien zit hij nog in de wasmachine. Oh, kijk, daar is hij. Oh, nee toch. Die vlek is niet uit het overhemd van papa gegaan. Nou, dan moet ik hem helaas maar weggooien. Mama, mag ik hem hebben? Ja, natuurlijk. Dan maak ik wel de mouwen wat korter, want anders struikel je nog. Ik kan mijn handen niet vinden. Kijk, papa, ik heb je overhemd aan. Mama heeft de mouwen afgeknipt. Dat lijkt wel een schildershemd. Een schildershemd? Oma, komen? Inderdaad. Oma belde net en ze komt hier lunchen. Mag ik iets voor oma schilderen in mijn schildershemd? Natuurlijk mag dat, Caillou. Dan zetten we de schilderspullen in de achtertuin. Oma, komen! Zullen wij samen een mooie bloem voor oma gaan plukken? Ja, mooie bloempje voor oma. Even wachten, lieverd. Eerst wat zonnebrand. Dan mag je naar buiten. Caillou wist dat je zonnebrand op moest doen als je naar buiten gaat op een zonnige dag. Jij moet ook wat zonnebrand op doen. Ik doe het zelf. Oh, dit is dus ook nog een zonnehemd. Kom je mee, Caillou? Dan pakken we de schilderspullen. Alsjeblieft, alles staat klaar. Caillou kon niet wachten om te beginnen met zijn schilderij. Hij wilde iets heel bijzonders maken voor oma. Hey, Gilbert! Zeg, ik probeer je te schilderen. Ik ga een schilderij van jou maken, Gilbert. Wat vind je van een mooie roos? Mooi bloempje. Wil je graag een lelie? Oké. Bloempje voor oma. Caillou was blij met zijn schilderij van Gilbert. Maar hij wilde iets mooiers maken voor oma. Ik ga een schilderij maken van Rosie. Rosie! Caillou was ook blij met zijn schilderij van Rosie, maar het was nog steeds niet wat hij oma wilde geven. Caillou vond het moeilijk om te beslissen wat hij voor oma wilde schilderen. Waar wacht je op, Caillou? Wat zal ik schilderen, mama? Wat dacht je van een boom? Ik wil heel veel kleuren gebruiken. Wat kan ik schilderen dat heel veel kleuren heeft? Je kunt een abstract schilderij maken. Abstract? Abstract. Dat betekent dat je iets schildert dat niet echt bestaat. Je mag alle kleuren gebruiken en alle vormen schilderen die je wil. Zoals cirkels en driehoeken en sterren. Natuurlijk, wat je maar wil. Dat abstracte schilderen leek Caillou wel leuk.
Wat een prachtig kunstwerk, Caillou. Die vindt oma vast geweldig. Dank je wel. Ik heb op papa's hemd gekliederd. Oh, dat is toch helemaal niet erg. Op schildershemden mag je juist kliederen. Daar kan je aan zien hoe hard je gewerkt hebt. Lekker kliederen. Ja, op je hemd wel, ja. Maar je moet wel je gezicht en handen nog even wassen voor we aan tafel gaan. Mooi bloempje. Hallo allemaal. Hoi, hey, kom binnen. Oma. Oh, wat zonde, Rosie. Deze bloem was voor u, oma. Je hoeft niet te huilen, Rosie. Ik weet wat we kunnen doen. Kijk, we doen de bloem in plastic. We leggen er een paar boeken op. Dan persen we hem. En dan blijft hij nog heel lang heel prachtig. Kijk, vind je hem niet mooi? Oh, bloempje voor oma. Dank je, Rosie. Hij is prachtig. Hey, oma. Ik heb dit voor u geschilderd. Maar dat is schitterend. Dank je, Caillou. Oh, welke kant is nou boven? Ik weet het niet. Dan is het een extra speciaal schilderij. Want je kunt hem op verschillende manieren bekijken. Echt waar? En nu hebben we twee prachtige kunstwerken. U bedoelt drie. Gilbert is ook een kunstwerk.